Als je de ruitenwisserarm van je auto los wilt hebben, dan kan die soms heel erg vastzitten. Datona heeft daar een heel handig setje voor. Ik heb hem hier al een beetje uitgestald. Verschillende maten. Een slagpen. En ook een om met de hand los te draaien. Nou, deze ga ik zelf gebruiken. Ik weet al dat ik deze maat moet hebben. Die zet ik erop. En dan ga ik nu bij de auto laten zien hoe dat werkt. Nou, we zijn bij de auto. Het moertje hebben we eraf gehaald. Dan kan deze eronder. Je schuift hem eronder. En dan draai je hem aan. Zat ook niet heel erg vast. En dat is hem al. Hij is konisch en gekarteld. En dan, dat wil zeggen, dan kan het ook echt wel vastzitten. Dus fluitje van de Zendit. Nou, je ziet eigenlijk dat wat we gebruikt hebben, dat het heel makkelijk ging. Omdat de auto goed geconserveerd is. Geen roest. Heb je nou een auto met heel veel roest, want daarom gaat meestal een ruitenwisser eraf. Dan kan het ook heel groot zijn. Een vrachtwagen. En als het dan roestig is, ja, dan heb je eigenlijk een slagtrekker nodig. Nu ging het heel makkelijk met deze. Mooi setje bij de Datona verkrijgbaar.